Ik hoor niks. Als het goed is hoor je me nu wel. Wat we gaan doen is Animal Crossing. Dit is Rover en we gaan eerst een poppetje maken en dat boeit me helemaal niks eigenlijk wat hij hier zegt. Dit klopt allemaal, dus dit gaan we doen. Oké, hoe moet ik heten? Moet ik mijn eigen naam doen? Ik kan mijn eigen naam wel doen. Anders duurt het te lang. Oké, we gaan Steve heten. Rover zegt absoluut. Ik zeg, ik weet het. Ik ben heel cool. Oké, de stad, hoe gaan we het noemen? Gaan we haar niet noemen. Want de Nintendo Switch komt in februari of later komt er een nieuwe uit. En dat wil ik ook heel graag gaan spelen. Maar nu eerst gaan we dit doen op de Wii. Zo'n mooi stadje zo te zien. Ik wil hier wonen, zie je dat? Oh, dat is vet. Bij het water. Ja, ik wil daar wonen. Tell him to bring me my money. Yeah! De groeten van Robert. Je weet wel, die met de mini. Wat is het leukste spel dat je ooit hebt gespeeld? Ik denk Animal Crossing, want dit is gewoon heel schattig. Het is gewoon echt dat je denkt, echt een leuk spel. And we say bye bye. We moeten de map openen. Dit is de map, boys and girls. Dus ik sta nu hier. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Ik heb geen idee. Ik denk dat we een huisje of iets moeten opzoeken. Oké, we hebben money. Als ik het oppak. I don't need it. Yeah, we hebben money. Oké, lekker. Oh, dit is zo vet om hier te wonen, denk ik. Als je hier woont, ja, dat is super chill. Kijk dan, dat is echt schattig. Dat je daar gaat wonen. Aan de kant, meneer kikker. On sale nou. Oh, ik moet eerst naar de dinges toe gaan. Ah, wacht. Die is helemaal daar weer. Oké, dan lopen we daar weer heen. Wat je kan zien aan het spel dat het nu herfst is. En dat vind ik een beetje jammer. Want ik vind het als het sneeuw is altijd zo vet. Dan vind ik het echt een heel schattig spelletje. Dit is de, hoe noem je dat? Gemeentehuis. Pelle zegt, oh, are you Steven? Yes, that's me. Are you just moved it? Yeah, dat heb ik gedaan. Dank u wel. My name is Pelle. And I work here at a town hall. Oké. Geen idee wat ze allemaal babbelt. Ik ga een huis opzoeken en ik weet al welke huis ik heb. Ik ga die huis kopen. Want dat is... Of bij het zee. Bij de zee is ook wel mooi. Maar bij die andere heb ik een buurman, snap je? Dat is schattig. Meneer Fuckboy gaat zijn huisje halen. Oké, we gaan hier wonen denk ik, want dit is wel een schattig plekje. Of ik laat jullie ook de andere optie natuurlijk even zien. Hier kunnen we ook wonen. Dat vind ik wat minder. Yeah, we gaan dit huis kopen. Nou, het is heel simpel eigenlijk. Je hebt een huisje en die moet je mooi gaan maken. Tell him to bring me my money. My name is Tom Nook. And I run the shop here in town. So how was the house? Zo duur is het andere huis wat we dus dan willen. Dus als je hem wil groter maken het huis. Dus wat we moeten doen is slapen. En als we hebben geslapen, dan kunnen we volgens mij voor hem werken. Dus dan gaan we hier omhoog. Want ik wil dit spel spelen, want morgen is Halloween op het spel. En dat is echt schattig. Ik weet niet precies wat we moeten doen, maar volgens mij moeten we praten. Oh nee, we hebben hem. Uitleg als je niet opstaat. En ik heb hier helemaal geen zin in. Oh, ik moet tegen iedereen hoi zeggen. Ah. Oh, vet veel zin in. Ah, dit geluidje, wat? Ah nee, ze is echt lelijk. Dus dan zal hier iemand anders wonen. I heard a rumor that there was a new face in town. Welcome. Woohoo, I'm Dina. Hoi Dina, but I wish you the best. Thank you. Dini. Ja, hier. Waarom hebben ze allemaal hetzelfde huis? Dat is nooit zo. Ja, was dit voor lelijk het. Well, look, who finally decided to drag himself over to say hello, real nice. Of ja, als ik iemand uit mijn stadje wil, dan is het hij. Roscoe, get out of my face. Roscoe, get out of my way. Wat ik met dit spel dus moet doen, moet ik even voor die man gaan werken. I think I have everyone. Let me check. No, I didn't. Oké, dus ik moet andere mensen gaan zoeken. Ik moet rennen. Daar is geen brug. Shit, ik dacht dat daar een brug was, maar nee. Oh, hello. Welcome to Harney. Getting a new resident is always super... Antonio! Antonio is echt zo'n naam voor iemand die een eigen eten heeft. Jij moet nog een hoop leren met dit spel. Oh, help mij, Dirk. Help mij. Hoe? Wat moet ik doen, Dirk? Help mij. Ik weet het niet. Hola. Hallo. Tom Timmer. My favorite animal. A cat. Turtle. Turtle. Ho, ho. I like to cuddle your... What? What? Hierheen. En als het goed is, heb ik met iedereen gepraat. Als je nu zegt weer van nee, dan is het een beetje jammer. Ik heb iedereen gehad. Yeah. Party time. Yeah. Let me know when you're done. Oké, dus hoe trek ik het uit? Aan. Werkleren, jongens. We moeten werken. Ah, yes. Let's get to work. Oké, dus ik moet allemaal bloemen planten. We gaan die planten. Al bij mijn huisje natuurlijk. Want... Niemand anders mag mijn planten hebben. Yes. Ik dacht dat ik hier woonde, maar blijkbaar niet. Ja, waar woon ik ook weer? Help me, ik ben mijn huis kwijt. Ah, hier is de klerenwinkel. Dit zijn toch niet de planten wat ik moest planten? Plantjes wat ik moet planten. Volgens mij doe ik het helemaal verkeerd. Oh god. Oh, ik heb het wel goed gedaan. We moeten dus nu alle boompjes planten. En ik woon hier ergens. Ik woon hier. Hier gaan we alle bomen planten. Wij gaan die planten hier. We gaan die planten hier.
geplant. Boom, we hebben bomen geplant. Oké, okay, we gaan naar binnen. Wat ik eigenlijk wil doen is de spellen gewoon livestreamen. Als je snapt wat ik bedoel, dan ga ik elk spel livestreamen. En dan wil ik dan nog een keer gaan bewerken en dan weer een keer online zetten. We gaan werken, jongens. We gaan werken voor ons geld. Please take this piece of... Pom Pom? Oh, ik moet het geven aan Pom Pom. Who is Pom Pom? Weet jullie nog wie Pom Pom was? Of is dit Pom Pom? Dit lijkt op een Pom Pom. Oeh, ik ben zo slim. Ik ben zo slim. Yeah. I got this for you, Pom Pom. Oh, wanneer is mijn verjaardag? Oeh, die is moeilijk. Yeah, that's right. Your birthday? That's my birthday. That's right, yeah. You're back. Ah, yes. Back and you made the delivery. Good job. Thank you, Steven. That was fast. For your first job, you get things done in a flash. Ja, dat weet ik, jongens. Dat weet ik. We moeten gaan tekenen, boys. Bam, deur dicht. En ik vind dat hij pizzas moet maken. Done. Confirm. En nou moeten we hem op de mail doen. Ik zou heel graag wat willen versturen naar een vriendje van mij. Zit die man daar achterin ook slapen zo? Alsjeblieft, mevrouw. Nice. Ah, very good, yes. The scene take a little too long. Ja, hou eens op joh. Ik ben klaar, jongens. Ik ben klaar. Ik heb mijn money. Ik heb mijn money gemaakt. Ik heb helemaal geen geld verdiend. Conti, let op. Got it, yeah. I'm done with work. Now I'm finally free. Oké, we gaan deze lelijke trui uitdoen. Heel graag. Wat we gaan doen is geld maken. Ik wil graag die box en zo verkopen en die lamp. Want daar doe ik toch niks mee. Als ik dat nu allemaal eerst ga verkopen, dan hebben we tenminste wat geld. En dan misschien kunnen we van dat geld weer iets kopen. En dan kunnen we gaan hosselen. Money maken, boys. Dus, let's go, it's a me, Mario. We moeten ook candy hebben natuurlijk. Dat is iets wat we moeten doen, want morgen is Halloween. Dus we moeten nu sowieso heel veel geld gaan verdienen en snoep kunnen kopen. En hij geeft er kapot weinig geld voor. Ja, hij heeft een vishengel, dus het enige wat we vandaag echt kunnen doen is vissen. We hebben alvast een snoepje. I take it. En dan gaan we nu heel veel vissen vangen. Ik hoop dat ze morgen... Yeah, schatje. Ja, dit, waarom ziet hij dit niet? Ja, hij ziet hem eindelijk. Oh, wat krijgen we? We hebben een gobby. Het spel komt pas later uit op de Nintendo Switch. Dus ik speel nu bij de dinges gewoon. Lekker. Boompje. Oké. Uit erin. Ja, lekker. Oh, ik heb het niet. Oké, we gaan nu eerst de eerste paar visjes even verkopen. En dan gaan we kijken of we naar de stad kunnen. Nou, ik wil dit en dit en dit en dit en hatse flats. Ah. Oh, we hebben money. Yeah. It's time to bring me my money. Yeah. Bus to the city. To the city. Oké, jongens, we gaan met de bus. Yeah. Is ik met de bus al spannend? Oh, er zit ook iemand anders in de bus. Ik wist niet eens dat ik kon. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Koud uit, jongens, we zijn in de stad. Eet smakelijk. Goed, zou iedereen lief voor elkaar zijn. Oké, wat we kunnen doen is met mensen praten om hun in ons stadje te kunnen krijgen. Dus wie willen wij in ons stadje? Die niet, hij lijkt boos. Ja, hij is cool. Ik wil hem in mijn stadje hebben. Gewoon heel vaak praten. Als het goed is, gaan ze je het mogen op de deur. Dacht ik dat het zo was. Want ik weet niet hoe ik andere mensen moet krijgen. Oké, dus niet. Gaan we een ballon pakken? Dat is wel vet, hè? Of gaan we je schoenen? Kijk, of gaan we juist naar de kappen? Oh, nee, hier niet. Hier moet je je geld niet aan uitgeven. Echt niet. Een ballon. Bunny balloon. Pine wheel. Bubble wand. Wat gaan we nemen? Wat is een pine wheel? I don't know. Heb ik hem nou gratis gekregen? Oh. Oké. Oh, ik heb hem niet gratis gekregen. Er is gewoon geld eraf gegaan zonder dat ik het wist. Oké. Aha. Nu weet ik dus niet hoe duur het is. Oh, kapot aan. We hebben een ballon. Yeah. Dit is een winkel, maar dit is een dure winkel. Dus daar kan ik mijn spullen nog niet kopen, want ik ben scared.
Kleren voor Halloween, dat moeten we echt wel hebben eigenlijk. Dit is allemaal al verkocht. Sold out, sold out. Damn, mensen gaan gek de laatste tijd. Ah, dat is een sandwichje. En dat staat mij ook niet, dus we gaan hem niet kopen. Kapot hard! Ja, man. Ja, ik ga het doen. Oh, where? Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. Zie hoe cool ik ben. Oh, dank u wel, mevrouw. Doei. Kan je ook in deze game pompoen carven? Volgens mij niet, denk ik. Het enige wat ik weet is dat je met Halloween gewoon dat allemaal mensen verkleed lopen en zo. En dat je dan met candy en dingen moet gaan doen. Oké, ik ga stoppen. En dan zorg ik ervoor dat ik wat candy heb voor morgen. En dan gaan we morgen de dinges vieren. De Halloween.